survival bomb sacrifice. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. La, 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 la. Zo mooi hier. Was je hier nog nooit geweest in de Ardennen? Nee. Terwijl het is zo dichtbij. I know, maar echt, je gaat genieten hier. Superleuk dat we hier gaan survivalen. Heeft Daan echt goed geregeld. Zin in. Ja, ik ook. Alleen... Wat? Ik heb nog nooit gesurvivald. Echt niet? Mm-hmm. Jij wel? Ik heb natuurlijk 34 dagen in Expeditie Robinson gezeten. Oh ja. Ja, dus hutten bouwen, vis vangen, vuur maken, dat komt echt wel goed. Ja, ja. Ja, ik denk het wel. Hey, ik ga hier sowieso lauwe TikToks kunnen maken. Ja, sowieso. Hey, nee, het maakt niet uit. Recruten. Goedemorgen allemaal. Daan Boom, present. Plaatsrust. Ja. Goed. We gaan eerst even alle namen doornemen om te kijken of iedereen er is. Dus, Jay Pothof. Ja? Zeg maar gewoon even of je present bent of niet. Ja, ik ben er. Present. Joya Parijs? Ja, present. Ik heb er echt zoveel zin in. Ja, TMI. Wat? Too much information. Als we allemaal zo uitgebreid gaan antwoorden, dan staan we hier morgenochtend nog. Present volstaat. Ja, maar ik zei alleen maar... Ziva Kuzenu. Present. Lars Nieuwenhuis. Lars Nieuwenhuis, present. Appie Moussa. Present. Wilde Bras. Gabriel Martina. Gaps voor Matties. Ja, ik ga je gelijk even uit de droom helpen. Ik ben jouw Mattie niet. Ik dacht niet die van jou. Pardon? Present. Juist. Enzo Knol. Enzo Knol. Nope. Geen Enzo, man. Gloeiende, gloeiende. Enzo? Ja, hallo. Waarom ben jij hier niet? Lekker band. Enzo, anticiperen, verantwoordelijkheid nemen. Nee, Enzo, nee, ik ga geen half uur op jou wachten. Dat noem ik geen knolpower. Enzo, de poorten zijn gesloten. TTYN. Talk to you never. Dag Enzo, fijn leven. Goed. Mag hij nou serieus niet komen omdat hij een lekker band heeft? Het gaat om ownership nemen. Als hij hier had willen zijn, dan had hij wel gezorgd dat zijn banden in orde waren. Goed. Romy Ruitenbeek. Ja, ik ben er. Ik bedoel, present. Ja. En tot slot, Tim Sanders. Ja, Daan, we zijn hier samen heen gereden, weet je nog? Ja, Timmetje, ik kan jou moeilijk voor gaan trekken. Dus, nogmaals, Tim Sanders. Present. Heel goed. Dan zijn we er allemaal. Behalve Enzo dan. Nou, ingerukt. Mars! Maar we gaan toch hier slapen? Daarover heb ik jullie uitgebreid gebriefd. Het was nogal veel wat je stuurde. Ja, 26 nieuwsbrieven. Als jij die investering niet wilt maken, je bent hier uiteindelijk voor jezelf, hè? Voor jouw persoonlijke groei. En los daarvan, survivalen doe je niet in een luxe hotel. Dat kun je op je vingers natellen. Dus, hup, het bos in. Maar ik weet niet of mijn koffer met rolletjes dat trekt. Really? Een rolkoffer? Ik heb ook een rolkoffer. Er is niks mis mee, toch? We gaan survival in de Ardennen. En jullie denken dat het een goed idee is om een rolkoffer mee te nemen? Ja, maar we gingen toch klempen? Waarom heb ik überhaupt die newsletters geschreven als niemand ze leest? Niks klempen. Back to the basics. En jullie kunnen nu nog terug. Want ik beloof je, het gaat kei en keihard worden. Fakka, dat zal toch gewoon meevallen? Ik bedoel, we zijn in de Ardennen. Het is geen Amazone of zo. Fakka, follow the leader. Daan, is het nog ver? Valt mee hoor. Kleine 3 uur als we goed doorstappen. Wat? 3 uur? Wat is dit? Ja Tim, we gaan tot de bodem. En nog dieper als het moet. En wat is dan de eindbestemming?
Basiskamp ligt in een oude steengroeve. Oh, dat klinkt luxe. Is het niet? Maar waar is eigenlijk jouw koffer of rugzak? In het basiskamp. Wacht, wat? Hoezo? Luister. Ik ben de organisator en heb als enige de grote verantwoordelijkheid over deze groep. En laten we wel wezen, dat is nogal een taak. Want jullie zijn niet bepaald uitgerust voor deze missie. Missie? We gaan toch gewoon survivalen? Sinds wanneer zit een missie? Alles is een missie, Romy. En als jij dat niet begrijpt, dan heb je nog heel veel te leren in het leven. Als ik mijn taak naar eer en geweten wil volbrengen, dan kan ik daar niet ook nog eens de ballast van bagage bij hebben. Nou, kom, we gaan. Auw! Ja, eerlijk, Zeeman, dit is echt niet te doen gewoon. Kom maar, laat me maar even helpen. Ah, oh, thanks. Oh, nee, 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 wow, rustig! Wat is dit, man? Bro, wat? Je had er toch zo'n last van? Nou, opgelost. Wat is met jou? Ben je gek? Er zitten allemaal spullen in. Als jij de moeite niet neemt om adequaat te preppen, dan kan ik ook geen rekening houden met jou, Jay. We gaan verder. Hey. Wauw. Komt goed, joh. Hey, je mag wat van mij lenen. Dan moet er echt veel te veel ingepakt. Echt bang dat ik het kan krijgen. Wat is dat erin, man? En hier staan we dan. Mijn rug en graat en ik. Mijn bier is doodgeslagen. Ik drink Paco zonder prik. Ja, kom maar. Waarom ben ik elke keer weer bang zo, dat ik zo moet dat. Mijn ruggengraat, mijn ruggengraat. Dit lijkt echt op Expeditie Robinson. Dan hadden we ook zo'n evenwichtsproef. Echt, Siva? Weer? Wat? Te pas en te onpas. Moet jij ons vertellen dat je mee hebt gedaan aan Expeditie Robinson. Heel gaaf, maar ook heel vermoedend. En daarmee plaats je jezelf boven de groep, hè? Oké, nou, dat was niet de bedoeling. Nou, zo lijkt het anders wel. Kom op! Iemand is jaloers dat ze hem nooit hebben gevraagd. Auw! Wat ze? Ik weet niet, ik word eens geprikt door iets. Kan eens checken? Kijk. Ja, ja, is een daas, man. Ik zie het al. Chill hem. Wat? Is een hoorsel. Ja, die strijders kunnen echt vals zijn als ze prikken, jongen. Komt goed. Yes. Stevig aanduwen, bro. Even checken. Echt chill dat je zoveel weet over het bos, man. Ja, ja dat is simpele basiskennis. Stond ook in mijn nieuwsbrief, 17, pagina 6 onderaan. Maar goed, die lezen jullie allemaal niet. Nou, hop, jullie houden de boel op. We zijn bijna bij het basiskamp. Is er eigenlijk bereik daar? Dat denk ik niet, Appie. Maar hoe ga ik dan TikToks maken? Oeh. Ja, och, laat me even denken. Niet. Jongen. Ja. Kom. Goed. Daar boven op de berg. Daar boven op de berg. Daar staat een stier. Daar staat een stier. Hij geeft geen melk. Hij geeft geen melk. Maar alcoholvrij bier. Maar alcoholvrij bier. En van je hela, 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 oh la la. Hey. Recruten, welkom op het basiskamp. Slapen we met z'n allen in die tent? Was het maar zo'n feest, hè? Nee. Nee, Romy. In die tent liggen kleine tentjes. En die gaan jullie allemaal opzetten. Oké, en waar zijn de toiletten dan? Toiletten? Wat wil je nog meer? Een hot tub, misschien? Een tropisch zwemparadijs? Een all-you-can-eat sushi-restaurant? Ik ga het wel even voor je toveren. Hocus pocus, Pilatuspas. Nou, wat gek. Het werkt niet. Oké, dus je wilt serieus dat we in die bosjes gaan poepen? Welk deel van Back to the Basics begrijp jij niet? Het is niet zo erg als het lijkt. Het is gewoon kuiltje graven, zand eroverheen. Je went er vanzelf aan. Oh ja, hoor. Mogen we even een applausje voor Siva? Want zij heeft meegedaan aan Expeditie Robinson. Kun je het nog ergens anders over hebben? Ja, en dat was op het tropisch eiland. Hier is het koud en ik weet niet wat voor beesten er in het bos zitten, maar ik vind het niet chill, man. Geen stress, bro. We wilde zwijnen, misschien wolven. Een wolf? Ja, maar die strijders zijn banger voor ons dan wij voor hun, joh. Komt goed, ik ga je uitleggen wat je moet doen als je ze tegenkomt. Ja, maar ik wil helemaal geen wolf tegenkomen. Vertrouw gewoon op Willem, Bas. Hij heeft echt alles van het bos. Mm-hmm. Ja, hoe zit het met die tent dan? Is dat soort van gemeenschappelijke ruimte? Ho. Dat is mijn command center. Nou, ik ga de tentjes pakken. Jullie gaan ze opzetten. Go! Sweet summer days, I need the sweet summer days. Daan, volgens mij kunnen we hier best met z'n allen slapen. Tim, kun jij lezen?
Huh? Wat staat daar? Bon. Bon. Doe niet zo flauw. Ik heb die ruimte voor mezelf nodig, Tim. Laat me even kijken. Ho, 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 ho. Dat gaan we niet doen. Hier. Maak jezelf nuttig. Deel jij de tentjes maar uit. Oei. Ik zeg je eerlijk, we hadden dan nooit de organisatie moeten laten doen. Die man is dictator of zo. Ja, misschien had een van ons gewoon die nieuwsbrief moeten lezen. Dan werden we tenminste gewaarschuwd. Ja, eerlijk man. Waar is ze eigenlijk? Recruiten, verzamelen. Jezus, wat heeft hij aan, joh. Wat? Is dit too much? Nou, doe ik hem af. Kinderachtig. Overleven doe je niet op de Bonnefoy. Om kans te maken in de wildernis moet je extreem gedisciplineerd zijn. En om deze missie te laten slagen, verwacht ik dan ook van jullie dat jullie je netjes aan de regels houden. En wie bepaalt die regels? Laat me raden. Juist Tsiva. Ik bepaal de regels, omdat dit mijn missie is. Regel 1. De grote tent is mijn commandcenter. Verboden terrein voor recruten. En daarmee bedoel ik jullie. Geen uitzondering. Ook jij niet, Romy. Ik zag jou wel kijken. Ik keek helemaal niet, Daan. Nou, dat brengt mij op het volgende punt. Vanaf nu word ik aangesproken als meneer Boom. Begrepen? Ik ga jou geen meneer Boom noemen. Al deze regels staan in nieuwsbrief 18. Heb je de nieuwsbrief soms helemaal niet gelezen? Ja, jawel. Ik heb hem gewoon gescand. Ja, en dat bewijst mijn volgende punt. Als je je niet goed voorbereidt, dan kun je zomaar eens voor hele lelijke verrassingen komen te staan. Ja, oké, wat jij wil. Wat ik wil, is dat jij mij meneer Boom noemt, Tim. Tim. Ja, oké, meneer Boom. Ik geloof dat ik jou niet zo goed hoor, Tim. Ja, meneer Boom. Mag ik de groep ook even horen? Ja. Ja, meneer Boom. Goed, dan gaan we nog aan werken. Wildebras, kun jij even aan de groep uitleggen hoe je vuur maakt? In jullie survival pack zit een zakje met eten om op te warmen. Succes. Kom strijders, je hebt zeg maar van die vuursteentjes nodig. En dan moet je van die kleine vlammetjes maken. Zie je? Oh, ja. Oh. Moet je een klein beetje blazen? Kom, ik laat het zien. Satellietverbinding. Yo! Vet pak hoor, meneer Boom. Ja. En? Zeiden ze het? Ja, dat geloof je toch niet. Sommigen gingen natuurlijk moeilijk doen. Maar uiteindelijk deden ze het allemaal. Ook Tim. Geniaal. Dus ze zijn erin getrapt? Zeker. Ze zijn er allemaal in getrapt. Ze zitten nu bij het kampvuur. Ja, behalve Enzo Knol dan. Die was natuurlijk weer te laat. Maar morgenavond gaan we pas echt los met de dropping. Dan treedt mijn masterplan in werking. Oké, spannend. Maar heel even, is het niet allemaal een beetje te gevaarlijk? Dat hebben ze allemaal zelf in de hand. Ah, hoor je dat? Wat? Ze zijn aan het zingen. Ze hebben allemaal geen idee wat er nog te wachten staat. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Tim, kom maar. Woehoe. Zo, de blinddoeken mogen af. Hierop staan vier verschillende routes terug naar het basiskamp. Hé, dit klinkt misschien heel suf hoor, maar ik heb hier gewoon geen goed gevoel over. Ik was net in Daans tent en ik ben erachter gekomen dat we morgen getropt gaan worden. Ik heb ook een kaart gevonden. Daar heb ik een foto van gemaakt. Die staat nu op septdetective.nl. Help mij. Waar gaan we morgen getropt worden?
Oh, daar komt Daan. Let's go. Survival time.